Ja. Dat is ook geen wonder. Dat is de nieuwe Rembrandt. Ik krijg nu in één keer allemaal sms'jes na de uitzending. Het is natuurlijk nu afgelopen. Aflevering 5 van de nieuwe Rembrandt. En ik zit hier bij Floris Schaefer, After Schaefer. En hij heeft geen televisie, dus ik kan het niet zien. Zal meteen misschien maar bij uitzending gemist over een paar uurtjes. Ja. Wat krijg je dan voor sms'jes? Ga je stappen? Jan, Puk, jullie zijn door naar de volgende ronde. Gefeliciteerd! Ja, dan helemaal door op dat moment. Ik dacht dat het tussen mij en Puk ging, hè? Toen. Maar aan de ene kant had ik ook wel in mijn achterhoofd van ja, ze gaan het misschien nu anders aanpakken met een nog maar 6 over. Daar hadden we het ook wel over van tevoren. Nog 1 aflevering te gaan tot aan de finale. De deelnemers zetten alles op alles. Want no guts, no glory. This is it, but I'm not fat. Gorilla blood! Ik ben door de halve finale, ja! Jury. Ja, in televisie komt het ook heel komt het toch anders over. Ja, er is iets. Er wordt wel meer gezegd natuurlijk. Ik ben ook heel erg benieuwd naar wat zij zeggen eigenlijk tijdens de beoordelingen. Dus wanneer zij iemand wegstemmen of wanneer ze iemand juist in het programma houden. En dat komt niet echt naar boven. Ik bedoel, dat gaat heel vluchtig en dat mag wel iets dieper, maar alles mag sowieso wat dieper. En maar daar is het programma, de format gewoon niet voor en dat is veel te vluchtig. Dus ook om de jury goed uit te beelden. Maar dat zijn wel allemaal vakmensen natuurlijk. Ik heb ook gesproken buiten de opnames en ja, eigenlijk alle drie. Ja. Nee, we hadden na de juryering, zeg maar, hadden wij met een paar andere deelnemers een gesprek met Jasper Krabbé en Hester Obedink-Tijn van Axel Nobel. En die vinden het ook moeilijk en die hebben problemen ook met het hele concept ergens, met het programma. En voor hun is dat ook moeilijk, snap je? En wij zitten in die ruimte, maar Jasper en Bee zijn van, wij zitten uiteindelijk ook in deze ruimte, in die kleine ruimte daar. En dat je het moet beoordelen op die tijd die je hebt. Dat soort dingen en hoe dat overkomt, hoe je dat in televisie moet maken in 35 minuten per aflevering. Snap je dat natuurlijk een heel vertekend beeld is gewoon van het kunstenaarschap? Ja. Want dan zitten zij op de hameren bij het programma. Ja, hoe zij, ja, dat gewoon dat jury-ding gewoon eigenlijk daar heel moeilijk in is. Ja. Dat klopt ergens niet. Ja. Wat zei dat jurylid net tegen je? Hoe is het ook weer? Hester, Obedink-Tijn. Mm-hmm. En we hadden ervan, want ze wou eigenlijk bij het editen erbij zijn. Maar dat kon helemaal niet, want Avro heeft het gekocht van IDTV. Die van IDTV mocht het wel, die het programma heeft gemaakt. Maar die willen het precies zo hebben zoals het is afgesproken eigenlijk. Ja. Snap je? Mm-hmm. Ik vond wel de 4e aflevering beter dan alle 3 daarvoor. Maar nog steeds niet goed, maar wel ietsje beter. Mm. Ja. Kijk, mijn zus ook. Goede aflevering. Zet jezelf weer heel goed neer. Zelf. Ik heb wel stress. Ik moet morgen bij de wereld erin doorzetten. Er ligt een broodje en ei voor jou. Waar is het dan? Niemand maakt het zo lekker.
ja, het is ook iets wat heel veel mensen, wat heel veel kunstenaars gewoon niet zullen doen, dacht ik. En misschien moet je het daarom juist wel doen. Dat taboe doorbreken. En het is ook gewoon echt iets van deze tijd. Nee. Nou, hoe zou jij het doen? Ik zou het je niet na kunnen doen. Echt maar niet. Ik had er nooit aan meegedaan. Nee. Omdat ik heb niet het personage. Karakter heb ik niet. Je moet een soort van karakter hebben. Een aandachtzuchtig karakter. En jij hebt ze. Klinkt kut om te zeggen, maar dat moet je van jezelf ook nageven. Toch? Jawel. Daarom doen wij er ook niet aan mee, jij wel. Nee, dat weet ik. Ik weet ook. Jij hebt ook aandachtzuchtig karakter. Maar niet zo, niet op die manier. Maar op een andere manier. No, it's also a typical thing for artists to be skeptical about it. Yeah. You don't know who you're talking to, but yeah. Ja. Maar nu wil ik eigenlijk, weet je, je wil dan eigenlijk ook wel gewoon het programma afmaken ofzo. Snap je? Dus ik er morgen uitlig, ja. Dan kun je zeggen van, je bent ver gekomen. Ja. En aan de andere kant, ja. Weet je. Alles om te winnen, toch? Ja, en ik bedoel, ja, het programma, ja, gaat het uiteindelijk om winnen? Nee, misschien, maar dan kun je maar beter misschien wel winnen ofzo. Ja. Nou, het programma gaat toch overwinnen? Het programma gaat overwinnen, ja. Maar ik bedoel, het gaat daar uiteindelijk niet zozeer om in kunst of zo. Ja. In an euphorical state of mind, or because something happened today, or ja, you have finals today or something? Not what is it? Last six, so we are now in the last four. I'm in the last four today. The commission, vote. Yeah. Cool. Respect, yeah, it's good success, always good success, and that never, doesn't matter where it comes from, success is success, yeah. I mean, yeah, no, in a certain way I have success, you know, for a certain I could give you world. Very hardcore, art critical kind of conversation now, but I think really, you know, from the human perspective is success, I think, right? Yeah. There are always levels, you know, in success. Yeah. Hey, I really hope you win, really. If you win, I want to know, yeah. I want to be part of it, yeah. Of course, you know, art bitch, yeah. Yeah, art groupie, yeah. The academy is groupie. Art groupie. Yeah. Well, you know, since I'm not so gay, but... Ja, ja, toen kwam je langs, want je zou mij helpen, toch? Je zou filmen, ook. Voor dit programma, maar ik heb dat natuurlijk helemaal niet zo op papier laten zetten. En ik ben helemaal niet geïnformeerd naar... IDTV die het programma heeft gemaakt of de AVRO. Wat Puk wel heeft gedaan. Vanaf het begin van deze show heb ik geprobeerd de hele ervaring van het deelnemen aan een reality show vast te leggen. Voor mij was dat, ik heb van tevoren aangegeven van jou, ik doe niet mee als het niet kan. Mm-hmm. Want dat is mijn reden om mee te doen. Want jij hebt al die beelden natuurlijk van die interviews met al die mensen van het tv-programma. Ja. Die editor en weet ik veel wat, weet je dat. Ja, die zijn gewoon bezig met werk. Er is geen enkele verdere inhoudelijke gedachtegang erover. Nee. Dat zit mij echt... Ik zag dat en ik krijg daar energie door van... Je wil echt een soort van... Ja. Kijk, ze maken een ene moment een programma over honden. En dan een programma over mensen die op vakantie gaan. En nu maken ze gewoon een programma over mensen die iets met kunst doen. En er is heel veel mis met het format natuurlijk. Nee. Aan de andere kant is het competitieverhaal. Ja. Maar hoe vind jij dat nou dat je daar dan in zit, maar zeg? Want iedereen die je op tv ziet, die kent alleen dat verhaal van jou. Ja. Die ziet jou op die manier voor het eerst. Ja, daar begin ik me steeds meer druk over te maken. Dat mensen zich een beeld vormen naar aanleiding van iemand anders montage. Mm-hmm. En ik merk, ik word heel erg gekarakteriseerd als een soort huppelig, poppig meisje met rare ideeën. Piep jong, word ik genoemd. Als je dan alle reacties op internet en zo leest, daarom heb ik dat ook in die film verwerkt. Mm-hmm. Omdat het heel duidelijk een soort parallele wereld is die ontstaat. Ja. Naar aanleiding van die show. Iets wat totaal niet op de werkelijkheid is gebaseerd, maar toch een nieuwe werkelijkheid creëert. Ja, dat is gewoon fascinerend en dat geeft mij ook weer heel veel vragen. Maar daarom dacht ik, ja, dat is ook een beetje mijn voornaamste motivatie. Om het, om het dan inderdaad naar buiten te brengen, gewoon dat iedereen zijn eigen zegje kan doen. Ja.
ja, eigen regie houden. Ja. Dat vond ik ook een belangrijk aspect. En, maar omdat ik zelf, kijk, jij doet zelf niet mee. Jij hebt eigenlijk Jan gebruikt. Ja. Ja. Gebruik Jan altijd, hoor, in dat opzicht. Ja, nou ja, maar wel om iets duidelijk te maken. En voor mij was het interessant om tegelijkertijd deelnemer te zijn. Ja. En toch ook proberen de regie te houden. Oh, daar ben jij. Dat zal Jan wel zijn. Voor mij gaat het juist om de tegenstrijdigheid. Ja. Dus, en deelnemer zijn. En toch ook wel een beetje geïnfecteerd worden met dat wedstrijdgevoel. Ja. En toch proberen de touwtjes in de handen te houden. En bezig te zijn met je materiaal. En met je regie. En daarmee ook iets meer over het menselijke gedeelte ervan zeggen. Mm. Niet alleen maar, niet alleen maar commentaar. En niet alleen maar over tv, maar ook het menselijke gedeelte ervan. Kijk, voor mij ging het allemaal, was het allemaal een beetje één ding. Mm. Het werd gewoon één groot... één groot werk. Alles het meedoen, het vastleggen, daarop reageren weer. Mm. Dat werd gewoon één groot werk. Ja. En ik kan me voorstellen dat het een stuk moeilijker is voor iemand die normaal gewoon schildert. Mm-hmm. En iemand die, wat dan ook, wat daar helemaal niks mee te maken heeft. Mm-hmm. Ik denk niet dat ik het dan had gekund. Nee. Dan had ik denk ik ook niet, nee, dan had ik niet meegedaan. Ja, dat is een goeie. Ga je filmen op mijn opening? Ga ik eerst zijn mijn lippen stuk vol? Ben je al aan het filmen? Nee, hoor. Het is een koffie, hè? Voor mij ook. Staat erop. We zijn allebei wel camera geil geworden door de hele tour. Ja, dit is het. Ik heb niet gegeten. Koekoek. Je mag eten tijdens het interview, hè? Alweer, ja. Ja, maar ik heb net je filmpje gezien, dus ik ben helemaal hyped en psyched erdoor. Oh, echt? Ja. Dan vertel maar even wat je ervan vindt dan. Dat is een vriend van Jan Wartjes, hè? Ja, pap, ik weet het. Maar hij is aan het filmen, dus dan moet je er niet doorheen praten. Heb je trouwens... Dat is mooi geworden, Maar dat... Hij leert het nog steeds niet, hè? Hij heeft gewoon 7 weken rondgelopen met de camera en weet het nog steeds niet. Is het niet Sarah of is het... Dit is mijn vader. Ik vond het in ieder geval mooi goed geslaagd. Dankjewel. Dat is fijn om te horen van jou, hoor. Doe nou even mee, Sander. Ah. Nou, wil je Jan zien in zijn natuurlijke habitat? Let op, hier komt hij, hoor. Achter het glas blijven, dat is fijn. Zie je midden tussen al die mensen, vet gevoel. Tussen alle kunstenaars. Vijf vrouwen, hier in Groningen. De intellectuele aan het woord. Ik 16 in de tempel. Jouw camera. Waar gaat het zijn? Dat weet ik niet. Waar gaat het eigenlijk heen? Ja, waar gaat het eigenlijk heen? Gaat het zijn? Helemaal niks duidelijk maken aan de kijker. Als je die twee dingen bij elkaar hebt, kom je misschien dichterbij. Kom je dichter bij kunst.